Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video over de basistechnieken van het inlineskaten. Mijn naam is Jeroen de Wind en ik ben inline trainer. We hebben de techniek opgesplitst in 3 onderdelen, namelijk het rechte stuk, de bocht en de start. En in deze video gaan we de techniek van het starten behandelen en daarnaast als extraatje ook nog eens de techniek van het finishen. De start is een heel persoonlijk onderdeel bij het skaten. Je kunt namelijk op verschillende manieren je positioneren voor het klaarstaan bij de start. De 2 meest gebruikte zijn de traditionele schaatsstart of de parallelstart. Hoe je de skillers plaatst is erg persoonlijk. Over het algemeen dwing je met de parallelstart een betere valbeweging af, omdat deze nodig is om over de skiller heen te stappen. Hierdoor maak je automatisch ook een meer voorwaartse beweging. Bij de traditionele schaatsstart is het belangrijk dat je een grote valbeweging naar voren creëert. Je geeft daarmee druk naar voren toe en op het moment dat je gaat afzetten, buig je je lichaam naar voren toe. Dit doe je door je bovenlichaam laag te houden en de benen goed onder je lichaam te tillen. Wanneer dit niet juist gebeurt, blijf je op de plek hangen en mis je snelheid. Bij het aannemen van de start is het belangrijk om een gebogen positie aan te nemen. Hoe diep je zakt is afhankelijk van een aantal factoren. Als je heel ver inzakt, kun je bij de eerste pas meer kracht leveren dan bij een hogere kniehoek. Het nadeel hiervan is dat je reactietijd iets langzamer is, zodat het kan zijn dat je tegenstander een snellere opening heeft. Daarnaast moet degene die een diepere houding aanneemt en dus meer kracht wil leveren, wel in staat zijn om met die kracht te openen. Op het asfalt zal je sneller wegglijden dan op een gekoten baan. Het kan dus een tactische overweging zijn om minder diep in te zakken. De eerste 6 tot 8 slagen na de start noemen we ook wel de renfase. De 6 tot 8 slagen daarna noemen we ook wel de overgangsfase, waarna je overgaat naar een normale skillerslag. De start is een lastig onderdeel. In tegenstelling tot het ijs heb je op het asfalt veel minder grip. Hier zou de skater dus zijn techniek en tactiek op moeten aanpassen. Het is belangrijk dat je je achterste skiller goed en stevig neerzet en dat je voorkomt dat hij aan de achterzijde wegrolt. Zoals beloofd zouden we het ook nog heel even gaan hebben over de finishtechniek. Vaak komt het voor dat het gaat om duizendste van seconden. Hoe mooi is het als je dan een spagaatfinish kunt uitvoeren? Bij deze techniek breng je je voorste been naar voren en je achterste been naar achteren en steun je als het ware op 2 wielen. Voor een maximale strekking hou je je bovenlichaam goed naar achteren. Door het bovenlichaam naar achteren te houden, duw je de heup en dus je voorste skiller naar voren. Deze techniek vraagt veel lef en een goede controle. Bedankt voor het kijken en mocht je nog meer informatie willen, bekijk ook onze andere video's.